Nou, het Keuringsheten, wat natuurlijk eerder Chatterie heet, zo ook Oost-Chatterie Sint-Joris. En iedereen, moet ik zeggen, ja, duidt het op zijn eigen manier. Wij houden het Keuringsheten altijd met hemelvaart. En degene wat de Keuring of kunnen geen natuurlijk zoet. Want ook de dames die kunnen gewoon met zitten. Alle leden van ons die mogen dus zitten. Die mogen in 2020 als Keuring of Schutters kunnen gaan lopen met of zonder partner. Dat kunnen ze zelf uitzoeken. En dat op jaarlijkse basis. Dus ze lopen dit jaar nog niet met eigenlijk? Nee, wij doen dat om haar de tijd te gunnen, met name de koningin. Om haar de tijd te gunnen om een kleed uit te zoeken, een kleedlot te maken is het dek. En als we dat nu zullen doen, dan zou dat halve verkoop moeten gebeuren. Die eerste shuttlefeesten hebben we al gehad. En dan hebben ze daar de tijd genoeg voor om dat bijvoorbeeld in de winter te laten doen. Hoe komt het Keuringsheten eigenlijk vandaan? Het Keuringsheten, nou, de Keuring is het de hoogste iets van de vereniging. En om dat jaarlijks immers te laten weren, een lid te laten weren, dat is natuurlijk alleen maar goed. En uiteindelijk, als het puntje bij pulken komt, moeten we allemaal naar de Keuring, ja, moeten we allemaal naar de Keuring luisteren. En wij doen dat, denk ik, op een eerlijke manier, en dat is het scheten op de vogel. Er zijn ook schutterijen die zitten op puntje, maar wij vinden dan dat de beste schutters werken Keuring. En wij vinden dat dat niet per se hoeft, maar iedereen moet de kans krijgen om Keuring te werken. Dus eigenlijk is het de gelukkigste de Keuring. Je zegt iedereen moet naar de Keuring luisteren, wat duiden de Keuring zoal? Nou, dus ik lacht ook een beetje met wat in de Keuring duidt. Ja, hij loopt, hij geeft de vereniging vooraf. Hier heet het Keuringszilver. Dat hier erom en we hebben een heel oud Keuringszilver. Sterker nog, we hebben nu een aanvraag gedaan voor een replica in het Rijksmuseum in Amsterdam. Oost-Chatterie besteedt sinds 1594 en er is nog een Keuringsplaat van Oost-Chatterie van 1599. Dus daar willen we een replica, natuurlijk niet de echte, maar een replica van aan het Keuringszilver. En we bevullen ooiplaten aan dat zilver. En uiteindelijk, dat zilver, dat is het belangrijkste wat een vereniging heeft. En dat mogen hij dragen, dus dat is een hele eer. Heb je toevallig een favoriet op het oog dat de koning gaat weer vandaag? Nou, het mocht voor mij iedereen weer, maar wie de mens werd je wakker vanmorgen met de droom van ik heb hem afgeschoten op ze met. Dus ja, dan moet ik wel, denk ik. En werk je dan automatisch koning in? Niet automatisch. Als hij zei van ik wil leven met een andere lopen, loop je met mijn zangers. Gaat dat zomaar? Dat gaat zomaar. Als degene wat er vreugd het wil, dan denk ik dat er met een andere loopt. Maar ik hoop toch dat er eerst meer vreugd. En wat denk je? Maakt er kans om koning te werken? Hij maakt net zoveel kans als eerder anderen. Ik gun het iedereen. Ja, ik wil nog feliciteren. Welke verplichtingen heen in de Keuring? Heet er ook verplichtingen? Ja, de verplichting om met de shuttersfeesten met te gaan, om het Keuringszilver te dragen op de momenten dat het gedragen moet worden. En dat is een verplichting, dat kind gezien een verplichting, ja. En iedereen de lid is van de shutterie, dat kan meedoen? Ja, de leden kunnen allemaal meedoen. Er zijn er bij die doen inderdaad ieder jaar met. Er zijn er ook bij die zeggen van mij hoeft het niet en die doen niet met. We hebben een vereniging van 115 leden. Gemiddeld zitten er echt om, zeg maar, helemaal op les, om Keuring te kunnen weren of kunnen gaan, zitten er een 40 met. Ja. En wie verloopt je wedstrijd precies? Wat moeten ze doen voor Keuring te weren? Nou, we hebben dus een vogel op een plaat en daar zit je een zwarte randje om.
aan de zwarte randje moet eruit geschoten worden. En als dat gebeurt, dan valt die plaat met de vogel geschilderd erop, die valt omleeg. Vroeger was het dat er een box van in de boom werd uitgedaan. Daar werd je een half jaar in een zijkelder gegooid. En dus er was zo tij als ik weet niet wat, nog het draad eromheen om hem bijeen te gooien. En daar werd hij op geschoten. Alleen op een gegeven moment was hij zo helle, dus de keugel die kwam er terug. Dus dat was gewoon een gevaarlijke situatie. En toen zijn we gaan schieten, wie we nu nog steeds doen. Wordt snel een schieten? Wat was er precies op een schieten? Op vogel, of ja, op bulkes om de vogel in. En zoveel mogelijk stekjes en bulkes weg. En op een gegeven moment met een beetje meer wind, een beetje veel wind en gelukt en vult het roet. De gelukkige mocht hem in de optocht naar de markt metnemen en met mijn hoesnemen. Een mooi plekje geven. En ik heb vorig jaar een heel goed gevoel. Nu vanmorgen eigenlijk van ja, maar dat we gaan wel zien wat de dag ons brengt. En in principe nu gaat het goed. Ik heb al een aantal keer geschoten. En een paar mis, een paar raken hier allemaal bij. En dat. En als hem nu droet schiet, wat betekent dit dan? Wat best gedaan? De koning, de volwassenen, die doen, die mogen dan in een mooi kleed, wat nog hun keuze volgens mij, mogen die in de optochten lopen van Schuttersfeesten. Maar de jeugd niet, die lopen gewoon met hun eventuele eigen taak, lopen die. En dus het is eigenlijk nu een beetje voor de lol scheten. En leuk, voor de zin. Maar wordt ze dan koning als ze dit die afschiet? Nee, prins of prinses. Ja, dus ze wordt prins als ze dit afschiet? Ja. Dus ze best wel heel goed in best aan doen. Ja, in principe, ik gun het anderen ook. En, als er bij mij geafvult, dan dat is ook mooi. Hoe is het om als koningin mee te lopen? Ja, dat is zo speciaal. Dat is mooi. Dat is nou voor de vierde keer. Maar ieder jaar is het gewoon weer speciaal. Ja. En moet je er nog iets speciaals voor doen als koningin? Ja, je moet zorgen dat je er netjes uitziet. Samen voor de jurk uitzoeken, samen de bloemen verzorgen, uitzoeken. Pak je ieder jaar een andere jurk dan? Of, Ja. Ik heb ieder jaar tot nu toe nog een andere jurk gehad. Ja, dat is eigenlijk ook wel, vind ik wel mooier. Ja. Je schiet nou ook mee om het koningschap. Stel je wordt nou koning. Heet je dan koning of koningin? Hoe werkt het dan? Dan ben ik schutterskoningin. Ja, maar dan ga ik niet alleen lopen. Dan loop ik even goed nog met een koning, denk ik. Wie bent zo'n koning? Wie bent zo'n koning geboren? Ja, we blijven door op de vogel te zitten en dan met geluk moet dat bord omleeg vallen. En de beste vorig jaar koning geworden, 2018 heb zich de vogel afgezet. Dat klopt. Is het nog moeilijk om de vogel af te zitten? Ja, dat is, met veel geluk moest ze ook hebben. En ligt er ook aan wie voor de man dat er mee doen. En dan, daardoor kunnen ze meer kansen creëren, zeg maar.
Dat is nu weer met. Als ze hem nu afschiet, wat is er dan? Wordt ze dan weer koning? Dan ben ik voor de tweede keer koning als ik hem weer afschiet, ja. En als ik hem, dan probeer ik nog voor komend jaar weer te schieten en voor keizer te worden. Als ze drie keer op een volgend jaar afschiet, dan ben ze keizer geworden. En dan, ja, dan moet ze lopen als keizer zijn in plaats van koning. Wat voor verplichtingen heb je als koning? Wat moet je allemaal doen als koning? Ja, dat zilver goed omrooien, koning zilver. En dan ja, goed voor de dag komen op het Schuttefeest. En de Oula's dadelijk. En wat is het belangrijkste door het jaar van de koning om te doen? Ja, het fatsoenlijk erbij staan. Netjes alles in orde hebben. En ja, gewoon ja, die baas doen dat voor prijzen binnen te kunnen krijgen. Heb ze als koning nu nog een speciaal uniform of drugs ze gewend wat ze nu ook drugs? Ja, ik heb gewoon dit uniform aan en daar gaat het koning zelf over her. Dan moet ik zelf ook kiezen voor een ander pak wat in de categorie van de chatterie toezeurt. Maar ik heb er gewoon voor gekozen voor mijn eigen pak aan te houden. En ja, dan kreeg het koning zelf erover her en dat is dan mijn koningspak, zeg maar. Is het spannend? Ja, we gaan op zijn in, ja. Hè? Merk dat de wind gaat meer begint te komen. Het is toch dat er nog op een paar plaatsen vast zit. Dus, het gaat niet lang maar duren, denk ik. Nee. Dus is, elke shutter kan nu de lessen zijn. Hoor. Dus. Je zit nu met 25 man. Ik geloof het wel ongeveer. Hoor. Dat is elk jaar een beetje. Die wil het wel, die wil het gaat minder, maar ik denk een man of 20, 24 dat het toch graag willen werden. Zeker omdat volgend jaar het jubileumjaar is. Hè? Dus dat is ook wel een extra eer. Het is al een eer om een koning of koningin te werden, maar in het jubileumjaar zijn er geen extra activiteiten en is het helemaal schoon om dat te mogen werden. Dus, ja. Maar moest ze mij doen of kunt ze zich weer opgeven? Nee, dat kan zich opgeven. Elk lid mag met zitten. Er zijn er een hoop die zitten en een keer met of gaar niet. Die willen het niet weren, door wat voor reden dan ook. Maar elk lid mag metlopen. Al bussen dan wel verplicht, zeg maar, als zich dadelijk de volgende beneden schiet. En die bus koning of koningin van de chatterie, dan heb zich wel de doderdenking, de mis van de chatterie, de shutters via het OLS, best wel verplicht om met te lopen. Dus het is niet vrijheid, blijheid. Daar hangen wel wat verplichtingen aan vast. Maar ja, dat is alleen maar schoon om te doen. Ik heb het eigenlijk met mogen maken een paar jaar geleden. 2013 en geschoot in 2014 koningspaar. En toen heb ik al die jaren gezegd van, laat maar zitten, maar dit jaar wil ik toch wel weer eens proberen. Dus we weten wat het gaat worden dadelijk. Ja, vind je dat ook? Dank je wel. Dank je wel. Nee. Vind je dat, hè? Merci. Ik heb hem voor dich gebracht. Dank je wel. Alsjeblieft. Super. Moet je even een korte reactie? Wie viel ze? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet zo heel erg goed. Ik dacht, probeer het ook maar eens een jaar. Pap, dat probeert het al 40 jaar volgens mij en is het er nooit geweest. Dus ik weet ook niet. Het is de eerste keer dat ze koning bent? Ja, het is de eerste keer dat je het überhaupt probeert om het te werken. Dus geluk. Ja, geluk. Heel veel geluk. Ja, ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat vind je. Ja. De jeugd is nog in shit. Is het spannend? Het is eerder jaar spannend. Het werd moeilijker. De jeugd werd beter. Dit jaar hebben we een ton. Twee puntje per straks gedaan. Het was ook een jaar en ik één. Dus het werd moeilijker voor haar, maar de jeugd werd beter. Ze kennen het. En het is altijd gewoon, het is voor haar ook een eer om het te werden, om prins of prinses te werden.
binnen de vereniging dus. Zeg, en nu zal er zorgen vallen, we zijn op het eind bezig nu. Want de Henk staat eigenlijk onder op een running. Dus we moeten even nog wachten voor. Maar het zal niet lang duren. Dat er kunnen. Wanneer mocht de jeugd met concerten bij de grote? Bij ons is dat als ik het grote vanaf 18. Van 18 mogen ze met de grote buik concerten. En nu werd je winnaar van het vogelzitten, werd prins. Wat betekent dat? Eigenlijk door het jaar, ja, ze zijn prins in de optocht niks. Want het is hier denk ik dat de jeugd, of ze trommen of klonen. Ze lopen door met, maar het is niet extreem of apart dat ze metlopen binnen de boontje of het overlaas. Dat is prins was. Dat is niet. Ja. Het is gewoon een paar verenigingen, de ene duidt het van, nou, binnen Oostvereniging hebben we dan in de prins of een prinses gewerkt. Ja, precies. Ja. 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 Dat zou raak zitten. Op het bos. Is het spannend, dames? Ja, heel erg spannend. Dat is wel even kunnen vallen bij dit. Ja. Maar, dus ik even, duurt langer dan verwacht. Hoe denk je dat je het bent? Ik hoop Daantje dat het hem nu afzit, maar het is maar de vraag. Oeh, goeie toets! Ja, maar dadelijk als hij eraf ligt, dan is het zo. Nee. Beste leden, beste aanwezigen, we gaan zo naar de markt her, maar voordat we naar de markt gaan, moet natuurlijk de nieuwe koning, de nieuwe prinses, de versiersel om, die wordt erbij huren. De medaille wordt erbij huren, dadelijk de eer op de markt voor die duizenden mensen die wat er staan. En dan natuurlijk in het shutterslokaal, was toen in Wuurtje toen het allemaal gaat richten. Ja. Alsjeblieft. Yes. De nieuwe keurling kreeg dat prachtig zilver van de chatterie omgehangen. De keurling, dat was in 2020 het jubileumjaar. En we zijn natuurlijk dadelijk ontzettend benieuwd. We hebben er het vorig jaar als u ziet. Ik denk dat we dat al weet of niet. Morgen. Tje en ton uitnodigen om de nieuwe keurling, het keurlingzilver, om te hangen. Kom maar hier. Een beetje bukken, hè? Ja, niet meer bestemd. Hey!
van Merk doen we ook het concert. Oh,